hoor nu heel graag wat u gaat durven na 26 mei. Dank u. Wat mij vooral is opgevallen is eigenlijk het belang dat men nu gaat hechten aan mobiliteit. Terwijl dat eigenlijk al een problematiek is die bijna 20 jaar of langer oud is. Dus ik vind het vreemd dat men nu plots zou kunnen zeggen dat men nu iets aan doet. Er zitten bij verschillende partijen verschillende raakpunten, maar toch ook heel wat verschillen. En ja, hetgeen waarvoor ik een beetje vrees is dat naar de toekomst toe, dat we een beetje hetzelfde gaan hebben wat we gehad hebben, dat er weer geen vooruitgang zal zijn. Vlaanderen maakt veilig. Tom, ik weet niet of het verstandig was dat je nog het woord verzet. Nee. Wat mij het meest is bijgebleven uit het debat over onderwijs, is dat het heel veel ging over vorm en structuur en hervormingen, maar weinig over inhoud. En ik heb moeten vaststellen dat weinigen, geen politici daarop zijn ingegaan. Ik vond het voor een stuk te braaf voor elkaar. Ik heb eigenlijk geen duidelijk gezicht gekregen op waar willen ze nu echt gaan hervormen. En de strafste uitspraak vond ik nog altijd van Nico de Meester. Die zegt van, mensen, het is niet omdat er misschien meer mensen te bedienen zijn, dat je ook meer middelen nodig hebt. Want dat was zo wat teneur. Ik wil meer doen, dus ik heb meer geld nodig. Efficiëntie betekent ook de dingen anders gaan doen en ook durven besparen. Laat ons in de complexe maatschappij, in de complexe samenleving, zoeken naar duidelijkheid en helderheid.